Engine Services van KLM onderhoudt diverse soorten vliegtuigmotoren. Nadat ze van het vliegtuig zijn gehaald, nemen ze de motoren hier onder handen. De frequentie waarmee dit gebeurt verschilt per type. De motor van een Boeing 737 heeft bijvoorbeeld na ongeveer 4500 cycles onderhoud nodig. Eén cycle is één keer opstijgen en één keer landen. Deze motor zijn we aan het demonteren. Je ziet dat alle buizen en pijpen en leidingen die er aan de buitenkant op zitten al bijna zo goed als eraf zijn. En dan gaat het de wasserij in. Dit noemen we een boroscoop, een lichtbron sluiten we hierop aan. Met deze twee schermen kijken we dus in de motor, kijken we naar alle bladen die in de motor zitten, of niks is beschadigd. Alle duizenden onderdelen die we hier in de shop hebben, worden gedubbelcheckt en voordat ze pas 100% zijn, weer gemonteerd op de motor. De motoren van een vliegtuig zijn zo krachtig dat wanneer er één uitvalt, de andere sterk genoeg is om het toestel veilig te laten landen. En zo zijn er nog meer wetenswaardigheden. Als hij in take-off gaat, gebruikt ook iedere motor 4 liter brandstof per seconde. Aan de voorkant van de motor zie je altijd een swirl draaien, zodat wij kunnen zien dat de motor draait. Als je namelijk op het platform loopt, heb je vaak soundbarriers op. En dan zijn alle geluiden om je heen bijna hetzelfde. En dan is het heel gevaarlijk om daar dicht in de buurt te komen. Maar dan kan je wel altijd visueel zien of een motor draait of een motor niet draait. Als we hem helemaal in elkaar hebben gezet, dan gaat hij naar onze testcel om te proefdraaien. In de testcel starten ze de motor en controleren ze de prestaties. De dubbele deuren en dikke wanden van de testcel zorgen dat het geluid binnen de muren blijft wanneer een motor op vol vermogen draait. Dan rijden we via de kraanbaan hier naar binnen. Dan hangen we hem hier op, wordt alles aangesloten en dan kunnen we proefdraaien. Maar het produceert zoveel decibel dat je binnen 5 seconden eigenlijk nooit meer wat hoort. Het komt voor dat er een motor wordt afgekeurd in de testcel. Dan komt hij terug hier in de motorenshop en dan gaan we opnieuw proberen het probleem te verhelpen. Dat lukt altijd. Na een laatste check en goedkeuring is de motor weer klaar voor gebruik. Is deze motor gereed? Ja, deze is gereed. Dan kan deze naar de opslag.